Goed om hier te zijn en inderdaad ook om op een mooie plek te zijn, deze beurs van Berlage. Want ik kan me bijna geen mooiere plek voorstellen voor een congres als dit. Symbool van dat vroeg-Hollandse ondernemerschap, zou je kunnen zeggen. Maar ook symbool van een socialistisch ideaal waarbij gelijke kansen tussen mensen, ongeacht afkomst of inkomen, centraal stond. Vrije toegang tot literatuur, tot kennis en informatie was binnen het gedachtegoed waar Berlage deel van uitmaakte het belangrijkste instrument om je als mens en als samenleving te ontwikkelen. En het bepaalt in mijn overtuiging tot aan vandaag de belangrijkste waarde van bibliotheken. Een ander heel mooi voorbeeld hebben we gezien in Friesland, waar de Friese bibliotheken die als eerste in Europa mobiele fablabs beschikbaar stellen. Jongeren die kunnen er aan de slag met open source design en met 3D printing. En daarmee maken zij onderdeel uit van een bredere beweging, de Makers Movement, die ook in het onderwijs invloedrijk is, waarin het eigenlijk gaat om het nieuwe maken. Men zegt wel, het maken is het nieuwe leren. Gewoon doen en van daaruit leren. In Friesland sluit dat ook nog eens een keer aan bij de lokale problemen, waar kinderen minder buitenschoolse opvang kunnen volgen, waar jongeren vaker van school gaan zonder diploma en bedrijven moeilijk aan geschikte mensen komen. Dus de bibliotheek is eigenlijk ook met het onderwijs samen bezig met in Friesland met echt de nieuwe uitdagingen vormgeven. En die gaan ver buiten het traditionele uitlenen van boeken. Daarnaast is de bibliotheek ook nog eens een keer bezig met het onderwijs, met het ontwikkelen van een digitale leerlijn. Kortom, er gebeurt heel erg veel. En wat mij betreft is dat toch wel waar het hier allemaal over gaat. Nog een keer terugkomen op dat People's Palace. Een bibliotheek moet een boekenpaleis zijn waar je je thuis voelt, waar je kan fantaseren, waar je in andere werelden kan begeven. En wat een plek is die voor iedereen een wenkend perspectief biedt. Een heel fijn congres toegewenst.